Voor andere tijden over naar het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Contra-spionage. Proberen we te voorkomen dat de vijand bij jou kan spioneren. Het is de meest jongensboekachtige kant van het spionnenwerk. Met achtervolgingen, verborgen camera's, geslepen dubbelspel. En in de Koude Oorlog deed ook onze BVD daaraan mee. Dat is bekend. Maar hoe ging dat eigenlijk? Vanavond een uitzonderlijke reportage van binnenuit met beelden die de BVD zelf draaide. Medewerkers van de inlichtingendienst plus een heuse dubbelagent vertellen de verhalen van James Bond in de polder. Goedenavond. Voor de Tweede Wereldoorlog had ons land nooit veel gedaan aan contraspionage. Buitenlandse spionagediensten hadden hier zo ongeveer vrij spel. We waren per slot neutraal. Maar de bezetting hielp ons uit die waan en toen we daarna in de Koude Oorlog rolden, namen we kordate stappen. De Russen bleken in het Westen al sinds jaren een fijnmazig netwerk van agenten rond te hebben lopen. Wij moesten ons wapenen. Hoe we dat deden staat te lezen in deze studie Frontdienst, de BVD in de Koude Oorlog. Geschreven door Dick Engelen, zelf een oud medewerker van de BVD. Het boek geeft een geschiedenis van die dienst in zijn geheel, maar zoomt een paar keer fascinerend in op onze omgang met geheimagenten uit het Oostblok. Ooit geweten dat alleen de Russische KGB al 15 tot 20 agenten in Den Haag had, gewoon bij de ambassade. Om zicht te krijgen op de dreiging van dat soort figuren deed de dienst om te beginnen antecedentenonderzoek. Ze plaatsten telefoontaps en afluistermicrofoons. En ze waagden zich tenslotte aan het meer riskante werk. Het schaduwen van mogelijke agenten en het inzetten van dubbelagenten. Kijkt u naar twee voorbeelden die beide door de dienst zelf werden vastgelegd op film als lesmateriaal voor nieuwe medewerkers. Operatie Rousseau, 1967. En operatie Vaandelaar, beginnend in Den Haag, 1978. Hoe een jonge jurist spion werd voor de DDR en dubbelspion voor de BVD. Ik werkte op het ministerie van Defensie als dienstplichtige. En vanuit de baan die ik daar had, ging ik nog alles op stap om lezingen en conferenties bij te wonen. En op een van die lezingen kwam ik de tweede secretaris van de Oost-Duitse ambassade tegen. En het was zo leuk dat hij mij uitnodigde om later nog eens een keer met hem te praten over hoe het in Oost-Duitsland eraan toe ging. En hij wilde allerlei dingen weten over het Westen. Dus toen heb ik de BVD gebeld. Er stond een of ander nummer in de telefoongids, een heel klein regeltje, Binnenlandse Veiligheidsdienst. Toen kreeg ik een juffrouw aan de telefoon en die zei, hallo. Dames en heren, goedenavond. Hier achter mij zit hier een gebouw dat u een paar keer in dit programma zult tegenkomen. Het is het hoofdkwartier van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Nederland. Het is een tamelijk curieus gebouw. Als u in de buurt bent, moet u zeker eens een keertje langskomen om het te bekijken. Het staat aan de president Kennedy-laan en het valt niet op. Het is even saai als alle andere kantoorgebouwen. Waar het niet dat alle gordijnen dicht zijn en dat er bovendien op het dak de meest wonderlijke apparatuur staat die een veiligheidsdienst kennelijk moet hebben. De BVD gaf aan, wij zouden het wel leuk vinden als jij hiermee verder ging. Want op die manier kunnen wij bepaalde dingen te weten komen over hoe de Stasi in Nederland opereert. En toen dacht u? Ik heb dat ook serieus afgewogen. En ik dacht van ja, ik vind Oost-Duitsland een regime waar ik niet zo kapot van ben. En ik wil graag meehelpen om hier iets tegen te doen. Dat was het moment dat u dacht van, we gaan het spel meespelen. Ja, toen werd ik dubbelagent, ja. Ik werkte voor de BVD, maar de Stasi dacht dat ik voor hun werkte. Voor de Oost-Duitsers was hij een, we kunnen zeggen, opbouwagent. Iemand die zij helemaal opleidde en de kant uitstuurde die zij wilden. De Oost-Duitsers hadden daar heel veel tijd voor over, investeerden er ook veel in. Het was niet zo dat ze bij het eerste contact meteen zeiden, hé, we willen defensiegeheimen van je. Nee, dat begon heel geleidelijk. We zien hier een café-restaurant waarin een afspraak is gearrangeerd tussen een
KGB-medewerker en een dubbelagent van de BVD. Dit gaat over onze dubbelagent Rousseau, die een flink aantal jaren voor de BVD heeft gewerkt in contact met de Russen en ons daar van op de hoogte heeft gehouden. Rousseau had een werkkring in de haven en daar was belangstelling voor. Vooral wilden de Russen weten wat er aan militair materieel via die Rotterdamse haven naar Duitsland ging of naar China ging. En hij kon daar wel wat bij helpen. Waarom was u interessant voor de Stasi? Ik denk dat er een aantal redenen waren. In de eerste plaats, ik was academicus. Ik was jong. En ik stond dus aan het begin van mijn carrière. En ik had dus laten zien dat ik in ieder geval ook op het ministerie van Defensie welkom was. De Stasi wilde in eerste instantie uiteraard die band opbouwen, hem langzaam hun kamp intrekken, signalen afgeven dat het toch om iets anders ging dan alleen maar leuk over de beide volkeren praten. En uiteindelijk wilden ze met hem spioneren bij de NATO. En dan zou ik vanuit Brussel, ja, waar ik dan waarschijnlijk toch als iemand die carrière zou hebben gemaakt, toegang zou hebben tot allerlei defensiegeheimen en dan zou ik die aan hun kunnen aanleveren. Iedere dubbele operatie bracht weer nieuwe elementen aan. Daar hebben we belangstelling voor. Nou, ik roep maar eens even wat. Soesterberg. De Amerikanen die daar zitten, hoeveel zijn dat er? De atoomkoppen. Er zijn pogingen geweest om de locatie van het hoofdkwartier van het eerste legerkorps in Apeldoorn te lokaliseren. Waar zitten ze precies en wie werken daar dan? Ik kreeg op een gegeven moment van een van die mensen van de Stasi kreeg ik een filmcamera. Voor die tijd een moderne filmcamera. Nog niet digitaal, maar zeer modern. En de bedoeling was dat ik daarmee dus documenten zou gaan kopiëren. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook documenten gekopieerd van het ministerie van Defensie. Waarvan in ieder geval de mensen van de Stasi dachten dat ze geheim waren. Ze waren het niet. Helemaal niet. Is misschien niet juist het woord. Er heeft ongetwijfeld confidentieel opgestaan. Maar de dingen die geëxploiteerd werden, zoals we dat noemen, naar de Oost-Duitse kant. Ja, dat was heel goed bekeken. En in sommige operaties kon je daar ook desinformatie in stoppen. Dat de tegenstander een beetje op het verkeerde been wordt gezet. Dat is natuurlijk wel een leuk spel. Als je ongemerkt voor anderen een foto zou willen maken van een document, dan kon je met deze, zoals wij dat noemen, een rolcamera, rollend over papier, kon je een perfecte kopie maken op film van het document wat je wilde kopiëren. Dus het is van Oost-Duitse makelij? Van Oost-Duitse makelij. En wat dachten jullie hier op de dienst toen jullie dit zagen? Wij dachten van, dit hebben we nog nooit eerder gezien. En we praten over de jaren 70. Dit hebben we nog nooit eerder gezien. En ook andere diensten die we dit apparaat hebben getoond, waren zeer onder de indruk. Kijk, deze man kijkt in een spiegelende etalage ruik, doet of hij vreselijk veel belangstelling heeft. Waar het hem om gaat is achter zich kijken of daar mensen wellicht hem volgen. Dat is een Rus, die man? Dat is een Rus. De BVD leerde mij om in ieder geval nooit recht toe, recht aan op mijn doel af te gaan. Niet direct naar mijn afspraak te lopen, maar altijd een paar omweggetjes te maken. En dan halverwege eens eventjes voor een etalage te gaan staan. En in de spiegelrij te kijken of misschien ook mensen achter mij plotseling zouden blijven staan of teruglopen. Of gewoon, je loopt de straat in en halverwege de straat draai je om en je keert gewoon op je schreden terug. En dan let je even op of er plotseling iemand ook terugloopt. Of een krant voor zijn gezicht doet of een paraplu voor zijn hoofd. Dan had je toch wel de indruk dat je misschien gevolgd zou kunnen zijn. Dit is een hele goede afschutmanoeuvre. En als die nou bovendien zo meteen nog terug gaat lopen, dan weet je natuurlijk helemaal of je wel of niet gevolgd wordt. Goed volgen, dat is een buitengewoon ingewikkelde en daar komt-ie. Is een buitengewoon ingewikkelde en heel, arbeidsintensief bedrijf.
Dry cleaning heet dat. Dat is hij nu aan het doen. Ja. Een van uw Oost-Duitse runners, dat was Ludwig. Wat vond u van hem? Ja, ik vond het een bijzonder aardige man. En je denkt ook wel eens van, ja, is zo'n man nou verplicht geweest om voor de Stasi activiteiten te ontwikkelen? Deed hij het als vrije wil? Het zijn uiteraard zaken die ik hem nooit heb gevraagd, want dat lag toen zeker gevoelig. Maar als mens was het een bijzonder aardige man. Hij was niet karig, hij was joviaal, hij was vriendelijk, belangstellend, ook naar de privé wereld meelevend. Ja, kortom, ja, het zou iemand zijn met wie ik op vakantie zou gaan. Dat heeft de Vries ook wel eens tegen me gezegd. Ja, een van de weinige aardige mensen die had. En je ziet dan dat in dit soort relaties toch wel telt. Dat er ook gewoon een persoonlijke relatie is. Het zal ook een hartelijk weerzien na 25 jaar. Ja, ik moet zeggen, ik had er wel bij willen zijn. Het is toch wel aardig. Hallo mensen. Hallo, wie geht's? Danke, danke. Dank. Wunderschön. Ja. Geht mir sehr gut. Na, wie geht's dir? Ja. Sieht gut aus. Geht's? Okay. Ich erinnere mich noch, dass wir ein paar Mal in Restaurant Engels gewesen sind. Mhm. In Rotterdam. Ja, ja. Dann waren wir in ungarischen Restaurant. Ja, richtig. Mit dem Flügel, ja. Mit dem Pianist. Ja. En als dat hauptgericht kwam, dan wurde alles donker en dan speelde de pianist. Op brennende speer, of op brennende spies, of wat was dat? Genau, dan kwam de spies, we worden herangetragen. En dan kwam de muziek. Da-ra-da-ra-da-da-da-ra-da-ra. Weißt du dat? Richtig, weiß ich alles nog. En dan hebben we herrliche Wein getrunken en gegessen. Das vergesse ich nie. Ja. Das war sehr schön. Aber ich hatte dabei immer ein Ziel. Und das war? Ja, dich zu gewinnen. Ja. Für uns. Ja. 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 Ich war überzeugter Bürger der DDR. Ich war überzeugter Kommunist. Ja. Und ich war bereit, etwas für mein Land zu tun, als man mich fragte. Ja. Ik was zeker als student behoorlijk links georiënteerd. Ik stemde destijds PPR. Ik zat in de rechtswinkel. Ik werkte voor het jongerenadviescentrum. De reden dat ik dat deed was idealisme. Maar wat betreft Oost-Duitsland moet ik zeggen dat de link met communisme mij toch wat ontging. Het was meer een dictatuur. Je zag ook dat de mensen die zich communistisch noemden, dat waren de mensen die gewoon de nieuwe bovenklasse werden in die maatschappij. Zij kregen de mooie baantjes, zij kregen mooie auto's, zij kregen een mooi vakantiehuis om op vakantie te gaan. Kortom, dit had met communisme niks te maken. Damals war Reagan neu als president aan de macht gekomen. Es gab dann später den NATO-Doppelbeschluss. Die Kriegsgefahr wurde immer größer. Und wir haben gesagt, es muss etwas getan werden, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Und am besten kann man etwas verhindern, wenn man die Ziele des Gegners kennt. Und dazu muss man ihn aufklären. Und dazu gibt es nun mal Geheimdienst. Ondanks dat het leuk is, heb je toch steeds die spanning van, Gut, hebben ze niet in de gaten dat ik in feite voor de BVD werk? Ik herinner mij nog dat Ludwig op een gegeven moment tegen mij zei, joh, we gaan een dagje uit naar de Beekse Bergen. Nou, dat vond ik al een beetje vreemd, want we gingen nooit een dagje uit. We gingen alleen altijd ergens uit eten in een restaurant. En op een gegeven moment rijden wij dat safaripark binnen. En toen kreeg ik het benauwd. Want plotseling zaten wij dus in die auto en al die leeuwen om je heen. En toen dacht ik van, heeft hij misschien in de gaten dat ik voor de BVD werk? Straks gooit hij die auto open en hij schopt me eruit en dat was het dan. Du hast de angst voor den Tieren gehad, of was? Ik had de angst dat du dacht, der speelt niet nur voor de DDR, maar der speelt ook voor de BVD. Ja, ja. Nee, James Bond war ich nicht. War ich nicht, nein. Heeft hij u wel eens direct gevraagd
of u voor de BVD werkte? Ik geloof wel dat Lüttich dat vroeg. Dat hij inderdaad zei van, joh, heb je wel eens contacten met de BVD? En toen heb ik gewoon gezegd, ja hoor, ik heb ze gisteren nog gesproken. Dat was ik zo. Maar Lüttich vond dat zo'n goede grap. Dus die barst in lachen uit en bestelde vervolgens nog een glas wijn. En toen hebben we nog genoegelijk een glaasje wijn op deze goede grap gedronken. Du hast auch von Anfang an nicht als Doppelagent agiert, oder? Doch. Ja, doch. Doch. Mhm. Das erste Mal, als ich deinen ersten Kollegen von der Botschaft begegnete, ja. Musste ich auf dem Verteidigungsministerium das melden. Aha. Damals habe ich es vielleicht geahnt, aber nicht gewusst. Was war deine Reaktion? Was hast du dann gedacht? Was hat der Lüschen denn jetzt gemacht? Soll ich es auf Deutsch sagen? Ja. Scheiße. Ja. Het is een spel, hè? In zekere zin wel. Ja, zeker. Als je met medewerkers van de BVD spreekt, dan hebben ze het vaak over het spel. Ja, zeker. Nee, maar dat is ook zo. Alleen, het was niet een spelletje. Ja, maar er zit wel een spelelement in. Ja, het ging wel over serieuze zaken natuurlijk. Maar... ja, dat spelelement, niemand zal het ontkennen. En dat is natuurlijk ook wel leuk, hè, om zo'n rust te verneuken. Ja, laten we wel wezen. U kijkt naar een snelzender. Gebruikt door een zogenaamde sleeper voor de Russische militaire inlichtingendienst. Snelzender was nodig, omdat in die tijd werd er door allerlei interceptiestations gepeild of er wellicht agenten van Russische of Oost-Duitse inlichtingendiensten actief waren in de landen van West-Europa. Maar met deze snelzender kon hij die peiling voorkomen, omdat deze snelzender in staat is om binnen een fractie van een aantal seconden een bericht naar de andere kant over te seinen. Na een aantal jaren wordt u gevraagd om op bezoek te komen in Berlijn. Ja. Waarom wilden ze dat u naar Berlijn ging? Ze zeiden dat ze wilden dat ook hun collega's kennis met mij zouden maken. Dus ik denk dat nu van hogerhand uitgezegd is van, nou, deze man is voldoende veilig en redelijk betrouwbaar. We willen met hem kennis maken. We willen nu eigenlijk serieus met hem verder. Enerzijds vonden we het ontzettend spannend. Aan de andere kant, zodra hij over de grens was, door de muur, waren wij hem kwijt. Vond u het eng? Ja. Ik vond het spannend. Het had natuurlijk ook leuke kanten. Je voelt je toch iets van een soort James Bond die eens eventjes in het hol van de leeuw terechtkomt. Maar ik vond het ook wel eng. Op een gegeven moment gingen we bijvoorbeeld een uitstapje maken en zijn we naar de Fernsehturm geweest, die hele hoge zendmast in Oost-Berlijn. En wij stonden op een gegeven moment daar helemaal bovenin, op 100 zoveel meter hoogte. Alleen een relingje die je van de afgrond scheidt. Links van mij stond iemand van de Stasi en rechts van mij stond iemand van de Stasi. Ik dacht, waarom hebben die jongens mij hier naartoe gebracht? Want als zij in de gaten hebben dat ik een dubbel spel speel, pakken ze me allebei bij een been en dan lig ik straks 100 zoveel meter lager. Op dat moment, dan ben je bang. Ja. Lutze had ook... echt fysiek had hij mee dat Lutz bloos niet snel en zo. Het is toch heel vervelend als iemand, als jij bijvoorbeeld in Oost-Berlijn zit en je bent totaal afhankelijk van die mensen. Iemand gaat tegenover je zitten en die zegt, jij werkt voor de BVD, we weten het. Met wat voor afspraken bleef u vervolgens Oost-Berlijn verlaten? De afspraak was dat ik nu zo snel mogelijk alles in het werk zou stellen om bij het NAVO-hoofdkwartier in Brussel terecht te komen. Let op. Hier kijkt iemand door de ruiten naar binnen. En dan eens langslopen. En daar gaat hij. Nu is die Rus binnen en heeft daar zijn gesprek met zijn gesprekspartner. Nu zijn ze opeens met z'n tweeën. Ja, ik denk dat hier toch een kardinale fout is gemaakt. In het conspiratieve spel heb je dan je ontmoeting in een ruimte.
die heel moeilijk te bekijken is en te observeren is. En het is tegen iedere regel van beveiliging om vervolgens nog een keer samen stil te gaan staan buiten die beveiligde omgeving. Want dit is de Russische runner en dit is de agent. En ja, dat moet je niet doen. Dat is niet verstandig. Toen kwam u terug in Nederland. U kreeg een andere runner, Gunter Beinecke. Ja, ik kreeg een andere runner. Werd heel dwingend. Er werden gewoon termijnen gesteld. Binnen een half jaar wil ik je op Defensie zien. Volgende maand, als ik hier weer kom, wil ik gewoon verslagen hebben van mensen van Defensie met wie jij gesproken hebt. Ik wil weten met wie je hebt gesproken, wat er besproken is, wat is afgesproken. En ja, ik had dat niet altijd. Ik had wel eens een keer een maand dat het niet lukte. Dan was hij echt boos. En dan kreeg ik te horen dat het de volgende keer echt moest gebeuren, want dat was een serieuze zaak. Ja, het werd naar een hoger niveau getild, de operatie door de Oost-Duitsers. Daar zien we links de Vries en rechts zijn Oost-Duitse runner Beinecke. Hij had altijd die jas aan en zijn schoudertas en dat hemd tot boven toe dichtgeknoopt. En ja, het was een sobere communist, die man. 9 februari 1984... wordt melding gemaakt van het feit dat het hoofd van de dienst heeft gesproken met de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, dat er binnenkort de aanhouding is te verwachten van een Oost-Duitser in verband met spionage. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om Beinecke te arresteren? Omdat we niet verder wilden met de operatie. En ja, het is natuurlijk heel mooi om een Oost-Duitse runner te arresteren en te verhoren. We liepen samen onder de paraplu over de grote markt bij de grote kerk van Delft. En ik wist, elk moment kunnen wij nu gearresteerd worden. En het gebeurt maar niet. Wij hebben geen opsporingsbevoegdheid, dus uiteindelijk werd de arrestatie verricht door deze, op de dienst noemden we wel eens, twee kale regenjassen. En dat waren de mensen van de Rijksrecherche. En op het moment dat het gebeurde, was het voor mij gewoon een opluchting van, ha, het is gebeurd. Ik voelde in één keer dat iemand mij aan de arm greep en iemand anders die greep Gunter bij de arm. En in onvervals Duits riepen deze mensen, halt, sie sind verhaftet. Daar hebben ze waarschijnlijk ook een week op geoefend, hoor, om dat Duits goed te kunnen. Maar ik weet nog wel dat Gunter zich wezenloos schrok. Die man die sprong echt een gat in de lucht. Maar wel van angst. Maar vanaf dat moment ging het heel snel. We werden onmiddellijk van elkaar gescheiden. En Gunter werd in de consistorie meteen neergezet. Alle deuren dicht. En nog geen 5 minuten later was Gunter weg. Dit zijn foto's van de reisnécessaire die Beinecke bij zich had. U ziet hier dat West-Duitse paspoort zitten. Hij had 2 vervalste identiteitsbewijzen bij hem. En 1 daarvan zat in deze reisnécessaire verborgen. Het mechanisme is open te maken door middel van een druksysteem. Dan zegt dit ding klik, dan gaat open. In deze ruimte kun je dus je paspoort kwijt. Het gaat weer netjes dicht. En zelfs bij een stevige grenscontrole wordt dat niet ontdekt. Ik was damals davon überzeugt dat op de andere Seite Feinde standen. Nur deshalb habe ich das gemacht. Ich habe nach 1989 sehr, sehr viel begriffen, dass die Feinde eigentlich gar nicht so feindlich waren. Ja, und heute gehöre ich dazu. Heute lebe ich auch in der NATO und in der Europäischen Union. So haben sich die Zeiten geändert. Und den Kommunisten von damals, den gibt's nicht mehr. Gezellig op bezoek bij de dubbelspion die je belazerd heeft. De tijden zijn veranderd. Maar deze Ludwig werd destijds dan ook niet opgepakt, zoals zijn opvolger Gunter Beinecke. Die deed in zijn gevangenschap een zelfmoordpoging door zijn bril kapot te slaan en het glas door te slikken.
Een paar maanden later werd hij overgedragen aan de Oost-Duitse ambassade. Dat wil zeggen, hij werd uitgeruild tegen een Nederlander en een West-Duitser die in Oost-Duitsland in de cel zaten. En tenslotte droop hij af. Via Schiphol. Met als enige buit onder de arm een videorecorder van Westers fabrikaat. En wat is nu de slotsom van dit hele verhaal? Volgens de schrijver van dit boek, Dick Engelen, mogen we niet ontevreden zijn over de BVD. Onze agenten schijnen internationaal de reputatie hoog te houden dat ze vakbekwaam zijn en efficiënt. Maar Engelen was zelf hoog in de BVD. En zeg eens eerlijk, na het zien van deze reportage, moeten wij een inlichtingenman vertrouwen op zijn blauwe ogen. Tot zover voor deze week. Gaat u vooral nog even langs bij AndereTijden.nl. Wij zijn volgende week weer hier. Dan hebben we het over de echte elite van Nederland. Geen koelkast, maar ijskast. Geen gebakje, maar taartje. In het taalgebruik alleen al kent de Nederlandse adel hardnekkige, soms eeuwenoude tradities. Die kwamen in de knel tijdens de nivellerende jaren 60 en 70. Maar tegenwoordig is de adel weer helemaal terug. Dat volgende week. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onze. Het bewolkte bestaan van de cineast Louis van Gasteren staat de komende week centraal op Geschiedenis TV. Met spraakmakende films als Begrijpt u nu waarom ik huil en De prijs van overleven. Louis van Gasteren op Geschiedenis TV.